Nou, lieve vrienden, ik rijd de Vomar binnen en ja, ik zie hier een meneer en die ziet er heel mooi uit. Ik ga even dat blikje weg, ja, want we drinken overdag geen bier. Een hele goede morgen, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel, want daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag dinsdag, tevens de laatste Juttertjesmarktdag. Ja, dus dat proberen we ook hier naartoe te gaan, maar ook komt mijn begeleider Erwin. En ik moet nog snel met de hondjes uit en ik ben aan de late kant, omdat ik, ja, niet vooruit te branden was. Ik was niet helemaal in orde en vannacht slecht geslapen omdat het bloedje heet was op mijn slaapkamer. Dus ja, al met al, ik ben nog niet helemaal in orde, maar ja, het is mijn maag wat. Ik had ook knallende hoofdpijn, dat is over, maar mijn maag nog, ja. Maar dat komt wel weer goed en we houden gewoon vol goede moed. Hallo, lelijk, niet doen, word je lelijk van. Hé, je bent zo'n mooi hondje. Ja? Heel lelijk van hoor. Ja, hijg maar. Maar het is geen weer, het is bewolkt, het is scherp, ja. Daar is het mooier dan aan die kant. Het is daar heel scherp en echt bewolkt. En daar zie je wel wat wolken hangen, maar dat zijn lieve wolkjes, laat ik maar zeggen. En dat is weer, ja. Het ziet er vreemd uit, gewoon, ja. En daar schijnt toch ook de zon. Daar is het blauw en gewoon wat schapenwolkjes zie ik. Dus ja, ik weet het niet. Maar ja, die lucht daar, maar dat komt ook door de zon en dan door die bewolking heen. Nou, je wilt niet weten hoe scherp dat is, ja. Maar het maakt niet uit. We gaan er gewoon door met die banaan. En ik wens jullie natuurlijk een hele fijne, liefdevolle dag toe. En geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook zeker met wat wij doen. En ja, wat wij doen, dat is sowieso de Juttertjesmarkt weer op. En ik moet dus vanavond weer lopen voor KWF. Dus ja, we zien wel waar het schip weer strandt. En ik heb gisteren heel wat opgehaald, vind ik zelf. En daar ben ik zelf trots op. En dan vanavond gaan we weer en dan zien we wat we er weer bij halen. Dus ja, dat komt allemaal goed. En ik haal mijn bord straks ook eventjes keurig bij mijn begeleider Erwin. Kijken wat die doet. Maar ja, oké, lieve vrienden, genoeg gepraat weer. Ik moet er snel vandoor, want hoe laat leven we ook alweer? 11:28. Dus ik ga de kinderen, ja nou mijn kinderen, mijn hondenkindertjes, ga ik intuigen, mezelf gaan intuigen en dan gaan we snel even lopen. Voordat het ook weer warmer gaat worden, ik weet niet eens hoeveel graden het is. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De temperatuur in Den Helder is nu 23 graden. 23 graden, nou mooi. En het is bewolkt, oké. Dus ja, dan heb je ook nog kans dat het goed benauwd is buiten, maar je weet het niet. En het is ook nog vroeg bij tijd, dus het kan ook nog warmer worden. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet ook zeker weer met ons mee. En liken! Ja, lieve vrienden, mijn begeleider Erwin die is de hort weer op en wat heeft hij voor me gedaan? Wat een ander mij beloofd had. Heeft hij nou gedaan. En dat is mijn pannenkoekplant uitgedund en in een grotere pot gezet. De moederplant, laat ik het zomaar even nog gaan zeggen. En ik zal jullie even daarvoor om gaan draaien. Dus daar gaan we weer. Eventjes zien hoe we dat weer moeten hebben. Zo. Dat is dus de moederplant. In een andere pot. En dan gaan we naar de bank toe. En hebben we er daar allemaal plantjes staan. Ja, ook daar zit er één in. Echt waar. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 kindjes eruit gehaald. Dus ja, wie wil een stekkie? Valt hier gratis op te halen. Ja, kun je hier ook gratis krijgen. Ergens anders moet je er al €25 voor betalen, voor een stekkie van een pannenkoekplant. Dus ja, meld je aan op mijn Facebook, in mijn messenger en dan, ja, dan krijg je te horen waar ik woon en anders niet. Maar het moet wel hier in Den Helder wezen, hè? Ja, ik moet het allemaal wel kunnen vertrouwen. Ja, echt waar. Maar in ieder geval, ik ben er blij mee dat het nou inderdaad gedaan is. En we zullen het verder beleven. Ja, nou, ik zal jullie weer proberen om te draaien. Moet ik weer even kijken. Ja, even zien hoe we dat moeten hebben. Ja, ja, ja. Zo, daar waren we weer. Helemaal goed. En wat we nou gaan doen, nou dat jullie neerzetten, zo. Wat we nu gaan doen is, ik ga even de hort op de markt over. Even naar de Vomar. Ja, eigenlijk moet ik vanavond ook naar de Vomar. Ik moet vanavond een Too Good To Go tas ophalen. Ja. Maar ik moet ook even wat ophalen wat in een tas Too Good To Go niet zit. En ik moet vanavond lopen. Dus ja, kennen jullie dat? Maar het maakt niet uit dat ik even wat later begin. Want 5 uur ken ik pas ook de tas Too Good To Go ophalen. Dus ja. En om 5 uur kan ik ook gaan lopen. Maar ik ga eerst die tas ophalen, die breng ik thuis. En die zet ik op het aanrecht neer, daarna ga ik direct lopen. Ja. Met de KWF-tas. Met het bord. Ja. Dus het komt allemaal goed, ik heb het dus druk. Maar ik ga eerst nou even lekker er even uit, even aan mezelf denken. Ja, de meisjes zijn ook al uit geweest en die zijn aan het rauwsen geweest en aan het gek doen geweest. En uitgeloven geweest dat met die warmte. Ze zijn echt krankmijors. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 24 graden. Jijke, snel, daarnet was het een kwartier geleden 25. Ja, de bewolking zit ervoor nu. Ja, dan is het even een graadje koeler. Ja, kijk me in denken. Dus ja, ik ga de booster even de hort op en we zullen het beleven. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar ook zeker weer met wat wij doen. Enkel, ik neem jullie niet mee, dan enkel mijn mobiel, zie ik wat. Kijk, alsnog filmen. Ja toch? Dus ik zou zeggen, geniet ze van alles. Nou, lieve vrienden, ik rijd de Vomar binnen en ja, ik zie hier een meneer en die ziet er heel mooi uit. Ik ga even een blikje weg, ja, want we drinken overdag geen bier. En ik denk, wauw, wat een amazing vrouw. Oeh, ze ziet er voortreffelijk uit. Hij heeft hele mooie kleding uit. Ah, ik ben gewoon de enige normale. Hele mooie kleding aan. Maar ik ga naar het Breewaterplein even dansen. En swingen. Nou, je gaat je gang maar. Mm-hmm. Hij ziet er netjes uit. Mooi ik ben nou net een man. Ja. Ik kom dus beneden ergens aan. En ik ga boodschappen doen. Ze zeggen... Leef het de lol, uit lang vol. Oké. Okay. Nou, doei. Zo, lieve vrienden, ja, ik heb het nogal druk gehad. Laten we dat maar eens eventjes zeggen. Jullie wisten dat ik een tas Too Good To Go zal gaan aanhalen. 2 stuks. Normaal krijg je altijd een plastic tas waar je niet doorheen kan kijken. En die doe ik dan in deze tas. Nou... Ze hadden allemaal in een plastic krat en ze verwachten van mij dat ik alles in ging pakken. Ja, hoe? Ik kan toch niet door een plastic scherm een tas in gaan pakken? Dan gaat het er niet worden. Ik zei nee. Ik zei, doe jij het maar. Ik zei, ik wil het ook niet zien wat het is. Ik zeg dat het thuis past. Ik zeg, jullie weten dat ik een vlogster ben. Ik zeg, en dat ik dat graag thuis via met mijn volgers dat graag wil uitpakken. Maar, nou, zij met... dus ik moet het toch ook nog inpakken? En ja, waar ben je anders voor? He, moeten die jonge meisjes dat altijd steeds doen? Ook jij kan dat doen. Ik mag die vrouw niet, want ze had ook een keer Karin afgesnauwd. Ze heeft mij nu tot 2 keer aan toe afgesnauwd. Nou, een derde keer kan ik er nog bij handelen, maar dan ga ik ermee naar meneer of mevrouw de chef. Ja. Yeah. Maar het doet er even niet toe. Toen ik thuis kwam, heb ik de tas in de schuur gelaten. Ik kende de meiden er niet bij, niks. Toen heb ik de rollator gepakt en ik ben weer gegaan. Nou, ik kwam weer back af thuis. Ik heb 2 hele lange gedeeltes gedaan die in de lengterichting gelijkwaardig zijn. En toen denk ik, ja, ik kan niet meer. Maar heb ik nog een klein stukje gedaan van de... Kanaalweg, die drukke weg, een stukje van die hele hoge gebouwen, die nieuwbouw. Ik denk, ja, nou moeten mijn meisjes ook nog. Dus ik ben weer teruggegaan. Ik ben weer naar huis gegaan en ik heb de tas en alles afgedaan. Ik heb me de tuig omgedaan, ik heb de meisjes ingetuigd en ik ben weer een ronde gegaan. Dus ja, ik ben back af. Het mag ook wel. Maar nou, ga ik samen gezellig met jullie die tas uitpakken. Ik ga eerst eventjes vragen of de eettafellamp aan mag aan Google. Hey Google, eettafel aan. De lamp eettafel. Dankjewel. Ik zet jullie even wat verder naar achteren. Ik weet dus niks wat erin zit. Dit is klein. Het rammelt. Hij heeft wel spelden, of weet ik veel wat. Ik ga kijken. Almhof, hoekje, Venetië. Dit is dus een toetje met nootjes. Nou ja, die nootjes, ja, die krijg ik niet weg. Of ik moet ze nog kleiner maken in de ja, hoe heet dat ding nou? Nou ja, zo'n apparaat waar je alles in kan gooien om een smoothie te maken. Oog is dicht, oog is dicht. Oh, dit is eng. Een zak. Ik denk zomaar aardappelschijfjes of wat dan ook. Zoiets dergelijks. Ik doe mijn ogen open. Ja. Aardappelschijfjes. Voorgekookt. Nou ja, dan kun je verder koken. Waarom staat er geen prijs op? Er staat geen prijs op. Hier trouwens ook niet op. Dus ik weet echt niet wat dit nou kost. Ik weet het niet. Maar ja, we gaan verder. Oogjes dicht. Oeh, wie zit er aan me? Oh, dat ben jij. Oh, ja, ga maar even weg. Oh, je kriebelt. Ik weet niet wat dit is. Jullie zien het nou. Ik nog niet. Ik ga kijken. Ah, dat is lekker. Biefstuk. Ga ik niet weg. Nee, maakt niet uit. Daar weet ik wel weer eentje voor. En dat is Mary, sowieso. Oh jee, oh jee, oh jee. Dat is een doos. Ik voel een doos. Ik wil eerst iets kleins. Ah. Nou. Ik heb de oogjes dicht. Jullie zien het al. Ik nog niet. Ah. Dit is kipfilet. Waarom staan er nog geen prijzen op, mensen? Oh, hier ook. Nou, dat is 2,79. Maar wat dit is, ik heb dat nooit. Ik weet ook bij hoog en belaag niet wat het ongeveer kost. Dat de Almhof. Aardappelschijfjes, nou, dat is meestal niet zo heel erg duur. Dat is iets van 98 cent of 1 euro nog wat. Dat vlees staat er wel op. Dat is 3,99. 2,79. Nou ja, dat weet ik dus niet. Ik ga die dozen pakken, denk ik. Oh, ik vond nog een klein bakje. Jullie zien het. Ik niet. Ik doe mijn ogen open. Dat is ook 1,99. Oh, dat is al afgeprijsd. Normaal is 3 voor 5 euro. Dus ja, reken maar uit. Het is een Chinese kool salade. Oh, maar dat is wel lekker. Dat lust ik wel. Oogjes weer dicht. Oeh, vol een beker. Een beker. Ik weet echt niet wat erin zit. Het mag geen melk is, want dat lust ik niet. Gaat dat naar de hondjes. Nou, wat is dit? Biologisch. Ik weet echt niet wat het is. Yoghurt. Maar dat lust ik weer wel. Ja. Ook al afgeprijsd naar 1,89 voor 1,23. Dus het is 2 keer al afgeprijsd. Kanonnen. Nou ja, in ieder geval 1,89. Meestal is het wel zo dat zo'n tas het wel waard is wat je betaalt. Ik heb, oh, mijn alarm voor mijn medicijnen weg. Nou, ik doe mijn ogen dicht. Oeh, dat is een zware doos, mensen. Ik weet niet wat het is. Het is een doos. Er zal wel weer een of andere maaltijd in zitten. Ik doe mijn ogen open. Ja. Wereldgerecht weer. Kous. Oh, kous. Nou ja, we merken het wel. Ik heb deze nog niet eerder gehad. Kous. Nee, nou die zet ik even op aanrecht. Voilà. Dan gaan we weer even graaien. Ik voel iets kleins. Nou ja, wat dat is weet ik ook niet. Ik weet niet hoe ik hem houden moet. Ik weet niet waar het dekseltje is. Ik weet niks. Zien jullie het? Ik niet. Nou, oogjes open. Oh, een salaatje. Ook een slaatje. Dat is ook lekker. Kijk, vanavond altijd even eten. Nou, oogjes weer dicht. Ik voel weer een klein bakje. Het zal ook wel een slaatje zijn. Ja, dus. Altijd lekker. Ik zit daar vechten met een handvat. Zo. Ik voel weer een bak. Wat daarin zit, weet ik niet. Oogjes open. Oh, dat lust ik wel. Kip krokant. Dat is lekker. Die kan ik wel wegkrijgen. Gaan we weer. Ik voel een zak. Een zakje. Er zit klein spul in, er zit geen aardappel in. En ik weet ook nog niet wat het vlees kost. We gaan kijken. Wat is dit? Oh, friet. Stadje. Voorgebakken verse. Oh, nou ja, dankjewel. Ik dacht, deze is wel duur hoor. Het is ook al afgeprijsd. Van 1,89 naar 1,23. Ik heb het zelf goedkoper opgetast, maar dat doet er niet toe. En wat kost die kipdingers? 3,13 normaal. Nee, wacht even. Jawel. 3,13. Naar 2,03 euro. Kun je nagaan, hè? Normaal was dat altijd hartstikke goedkoop. En dat is nou ook schreeuwend duur. Ik vind het absurd, mensen. Ik voel weer een dun pakje. Wat erin zit, weet ik niet. Misschien kaas, ik weet het niet. Ik ga kijken. Nee, weer kipfilet. Dat is 2,79 de kipfilet. En deze kipfilet, wat was die ook alweer? 2,79, allebei 2,79. Kijk, oh, ik moet even verder neerleggen, anders valt het van het aanrecht af. Gaan we weer graaien. Ik vind, oh, dat is ook weer zo'n ding. Een ramoir. Ook het hoekje. Ook Venetië, hetzelfde dan die. Zo, nou, ik voel weer een doos. Maar ik voel ook nog wat anders. Ik voel weer een klein bakje. Ook weer zo'n salade. Is 1,99. Ja, dat was. Ja, klopt. Ik moet dat even recht zetten. Dan kan dat daar naartoe. En dat kun je daarop. Blijf staan. Ik voel nog weer een beker. Zal hetzelfde wel wezen dan die andere. Ja, 2 tassen, hè. Ja, dat is weer yoghurt. Yoghurt lust ik wel. Lekker hoor. Echt wel. Auw, ik zit vast. En weer een doos, zoals ik al zei. En dat zal hetzelfde wel wezen. Nou, helemaal top, toch? Ja, ook kous. Dus ja. En gaan we verder graaien of die leeg is. Ja, hij is leeg. Nou, ik ben er helemaal weer blij mee, ja. En dan zeg je, wat moet je dan met dat dubbele spul? Nou ja, wat denk je? Je kan het een en ander misschien invriezen van die wereldgerecht. Dan blijft het ook nog eens een keer langer goed. En de andere maak je klaar. Zo simpel als dat. Hé, meisje? Jij? Jij grote meid? Ja, echt waar. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Dat ik moet nog een vlog verder in elkaar zetten. Daar ben ik nog niet mee klaar. En ik ben back af. Dat wil je niet weten. Maar het komt allemaal wel weer goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon van je avond. Ga ik ook proberen te doen terwijl ik ook een vlog in elkaar moet zetten. Ik moet ook Karin nog bellen, want die had ook weer gebeld terwijl ik aan het lopen was. En ik heb een sapje staan, dat ga ik lekker even op drinken. En dan ga ik ook verder met de vlog en televisie kijken, alles een beetje. En, dan, en dit opruimen natuurlijk. En dan komt het verder gewoon goed. Dus ik zeg, geniet van je avond. Verlaat op de avond. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht.